President Boutersen is vandaag op een persconferentie ook nader ingegaan op zijn nieuwjaarsrede en de actualiteiten. Het staatshoofd ging onder andere in op de 8 december kwestie. Aan de hand daarvan is hem de vraag gesteld of we nog geloof moeten hebben in de rechtsstaat. Boutersen gaf aan geloof te hebben in de democratie. Volgens hem is er in de Nationale Assemblee, het Huis van de Democratie, een comité-generaal geweest over deze kwestie. De president ging ook in op het vertrek van Robin Permeser bij de EBS. Als de drie componenten die vage scheidslijnen hebben, als die drie componenten daadwerkelijk functioneren, gelooft u me, is meesterlijk. De vraag is, kan deze gemeenschap daadwerkelijk zeggen, we hebben onafhankelijke rechtspraak. Kan dat? En als we dat kunnen beoordelen, staan we erachter. En ik heb het geluk dat ik niet de gemeenschap ben. Ik ben een onderdeel van die gemeenschap. De kwestie van Permeser. Kijk, er zijn... Ik ben echt niet zo'n... Ik ben verre van dat om het te meten. Ik ben echt niet zo'n grote schaker als ze wel denken als de minister van Financiën. Maar gelooft u me, ik weet wat ik soms moet doen om bepaalde resultaten te halen. Dus maak u zich niet druk over de kwestie Permeser. In elk geval hebt u gezien de mensen die met stelligheid zeiden van hij gaat geld halen van de, ik weet niet, Haker en Bank. Die zullen we, ik vind het alleen maar jammer dat ze nooit een braksel eens liggen. Ze gaan gewoon door met de volgende leugen. Boutersen haalde verder aan dat hij en Permeser heel goed contact hebben en dat hij op afroep beschikbaar is. Het staatshoofd, tevens voorzitter van de NDP, zegt zich fit genoeg te vinden om de verkiezingskaart naar 2020 toe te trekken. De kwestie van het derde been. Ik heb niet één, ik heb twee zware operaties ondergaan. Thank to God. En ik denk dat ik nu fit ben. We kunnen niet in tijd zien. Ik hoop in tijd voldoende fit te zijn. En indien het Surinaams volk nog steeds vertrouwen heeft en deze volkspresident, dan gaan we dat serieus moeten overwegen. En mensen weten dat wanneer ik naar het volksbelang kijk, dan ga ik niet in eerste plaats uit van wat, laten we zeggen, de huidige mensen. Integendeel, ik denk dat we het voorbeeld moeten zijn om anderen met voldoende capaciteit wel de ruimte te geven om de zaak te gaan trekken. Tot zover president Desi Boutersen vanmiddag tijdens een persconferentie die gehouden is op het presidentieel paleis.